De dienstverlening van Trema Welzijn is juist ook in deze tijd van groot belang. Deze diensten zijn nu wel anders ingericht. We hebben bepaalde diensten die gewoon nog doorgaan. Dat is de maaltijdservice aan huis. Het tafeltje dekje, zeg maar. Bezorgen van de warme maaltijd. Gebeurt door vrijwilligers. Topteam moet ik erbij zeggen. Zij bezorgen nog steeds bij de klanten de maaltijden aan huis. Maar moeten alle RIVM-maatregelen natuurlijk wel in acht nemen. Dus zij zetten de maaltijd voor de deur en doen een paar stappen naar achter. Zo hebben deze mensen nog wel even het praatje en het contact op een afstandje. Daarbij hebben we ook nog de ouderadviseurs. Zij gaan normaal gesproken als ouderen advies willen of wat hulp bij het uitzoeken van zaken, komen de vrijwilligers aan huis. Maar momenteel kan dat natuurlijk niet. Dus de ouderen adviseurs die zullen telefonisch kijken wat ze kunnen doen. En anders worden afspraken natuurlijk verzet tot wanneer het weer mogelijk is. Ook als de mensen die al in het bestand stonden van de oudere adviseurs, die worden sowieso op herhaling gebeld door de vrijwilligers, zodat ze een beetje op de hoogte blijven en gewoon even kunnen kletsen, even een praatje kunnen maken. Er worden diverse extra initiatieven ontplooid voor onder andere de ouderen. We hebben ook de soepactie. De soepactie is begonnen of valt onder de hartenbrigade. Die gaat binnen heel Altena en de grote doelgroep daarvan zijn natuurlijk de ouderen. Inmiddels hebben wij 750 mensen op de lijst staan en hebben we vandaag de 1000 liter bereikt. Deze soepactie hebben we uitgebreid of een andere dependance nog in Vlechtwerk in Werkendam. Nou, daar brengen we ook nog rond. Ze hebben daar het enthousiasme en de soep zeg maar letterlijk overgenomen. En toen wij een oproepje deden van joh, wie wil er in Werkendam gaan helpen, ja, stonden er ook meteen allerlei mensen op. En ook van daaruit wordt er dus vanuit Vlechtwerk soep gekookt. Daarmee proberen we heel veel ouderen te bereiken. Vanuit het dorpshuis in de Dussenaar weet ik dat er een groepje vrijwilligers is nog actief. En die delen ook dingetjes uit aan de deur. We hebben met Pasen eitjes uitgedeeld. Zo proberen we nog zoveel mogelijk. En het belangrijkste daarmee is natuurlijk dat je even aan de deur komt en even een praatje kan maken. Ja, iedere dag krijgen wij nog nieuwe aanmeldingen binnen. We zijn inmiddels ook gestart met het herhalen van bepaalde lijsten. Dus er zijn mensen die nu ook al voor de tweede of de derde keer soep hebben gehad. Maar er kunnen nog steeds nieuwe mensen bij. Heel graag. Trema Welzijn heeft ook een speciaal coronateam in het leven geroepen. Een soort crisisteam vanuit Trema. Daarmee hebben we geïnventariseerd wat er allemaal door bewoners al zelf in touw is gezet. Daar hebben we contact mee gehad, die initiatieven. Die draaien gewoon door op wat ze zelf gingen doen. Vanuit Trema proberen we daar vraag en aanbod nog in kaart te brengen. En als mensen graag iets willen betekenen, kunnen we ze koppelen aan een project van ons of een project van iemand anders. Zodat iedereen geholpen kan worden. Ook komen nu extra hulpbehoevende mensen in beeld. Ons netwerk is groot natuurlijk, omdat we nog bij veel meer mensen aan huis komen die misschien anders niet bij Trema aan zullen kloppen. Mensen zijn echt wel wat eenzamer of meer alleen natuurlijk, omdat ze niet buiten de deur kunnen komen. Kunnen of willen soms niet eens boodschappen zelf doen door de risico's. Dus op die manier zijn mensen nog extra hulpbehoevend. Ja.